Welkom bij dit nieuwe webinar. En dit webinar dat gaat over foutjes, over kennisfoutjes, maar ook over innovatiefoutjes die u kunt aanvragen via RVO. We gaan het daar vanavond het komend uur over hebben. En dat doen we samen met de VAB, de Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs en Nieuwe Oogst samen organiseren dit webinar. En bij mij aan tafel zitten daarom de voorzitter van de VAB, Frank Spitsers. Welkom bij ons. Dankjewel. En Paul Daniels, jij bent secretaris. Algemeen secretaris. Algemeen secretaris. Projectmanager. En projectmanager, heel goed. Ook van de VAB. Ik start met deze twee gasten, maar straks hebben wij nog vier andere gasten. Gaan we ook een praktijkcasus behandelen bij twee boeren die hier ook aan tafel zijn. We hebben ook nog een video voor u, een petto en twee polvragen. Maar u kunt natuurlijk ook, zoals u van ons gewend bent, bij een webinar uw vragen stellen. Want er zitten twee moderatoren klaar achter de schermen om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En een deel van die vragen zullen we ook gaan beantwoorden hier aan tafel. Goed, welkom, heren. Dank. De foutjes. Ja, we zijn er graag. De foutjes. Ja. Jaarlijks worden die, wordt er geld, hè, wordt er een regeling opengesteld. Ja. Kunnen die foutjes worden aangevraagd? Ja. Door boeren. En dat is wel één belangrijke voorwaarde zit daaraan. En dat is dat onafhankelijke adviseurs die foutjes ook gaan inlossen samen met de boer. Dat is een voorwaarde. Ja. Een voorwaarde. Erkende adviseurs. Erkende en onafhankelijke adviseurs. Dat, die erkenning ligt hem in het kwaliteitsblok. Dus ze moeten lifelong learning doen en goede kwaliteit hebben. En daarnaast moeten ze onafhankelijk zijn. Ja, precies. En dat is nu juist wat jullie garanderen, toch Frank? Ja, als VAB zijnde. Ja, wij kennen een eigen VAB-certificering, AB. We kennen daarnaast de BAS-certificering. Ja. Dat voeren wij uit voor het ministerie van Landbouw. Ja. En die BAS-certificering die is voorwaarde om een voucher aan te kunnen vragen. Ja. En wij garanderen dan inderdaad de kwaliteit, de integriteit, de onafhankelijkheid. Laten we even bij één voor één beginnen. Want ik hoor al heel veel termen direct over tafel gaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat voor onze deelnemers thuis het best nog wel een zoektocht is van hoe zij nu inderdaad zo goed mogelijk zo'n voucher kunnen benutten voor hun eigen bedrijf. Frank, mag ik bij jou beginnen? Kun jij ons meenemen in de wereld van de vouchers? Ja, ja, om even zo simpel mogelijk zeg maar, uit te leggen wat een voucher is. Een voucher is bedoeld als financiële stimulans voor een ondernemer om te onderzoeken hoe hij zijn bedrijf naar de toekomst kan brengen. Hoe hij zijn bedrijf kan aanpassen aan de steeds veranderende eisen die we nu in de markt zien, in onze maatschappij, in de omgeving. Zo'n onderzoek, wat ons betreft, vraagt overleg, een kritische blik, vraagt sparren. Daar kun je ook een adviseur voor inzetten. En dat inzetten van zo'n adviseur, dat wordt dan financieel ondersteund door de overheid in de vorm van een voucher. Ja, dus het is eigenlijk een subsidie. Het is een subsidieregeling. Ja. Ja? Ja. Om inderdaad een kennissubsidie, kan ik het zo noemen? Kennissubsidie? Het is een kennissubsidie, noem het maar zo. Ja. Precies. Dat is een korter antwoord dan wat ik net gaf. Ja. Om wrap-up. Om inderdaad, hè, voor boeren. Ook voor tuiners? Of is boeren en tuinders. Boeren en tuinders om inderdaad via RVO, jaarlijks wordt die regeling opengesteld. Hoeveel geld is daar dan mee gemoeid? Hoe groot is die pot? Nou, de SABE-regeling in het totaal was 70 miljoen. Ja. Maar dat is dus uitgespreid over 3 jaar geweest. Dat was eigenlijk de pilotfase van de vouchersystemen. En nu binnen de GLB gaat dat weer over jaarlijks miljoenen. Dus er is heel veel geld beschikbaar. Vorig jaar, de septemberopening, was 4000 kennisvouchers van 1500 euro per stuk. En daarbovenop nog eens meer dan 600 bedrijfsplanvouchers van 6000 euro per stuk. Ja, precies. Dus het gaat echt wel om serieuze bedragen. Serieus stimuleringsgeld voor boeren die willen innoveren. Ja. We hebben samen, hè, daar begon ik mee in mijn introductie, samen Nieuwe Oogst met VAB samen dit webinar opgezet. Waarom vinden jullie dit zo belangrijk om dit te doen? Omdat we willen. Nou, wat we graag willen is dat boeren, tuinders bezig gaan met de toekomst van hun bedrijf. Dat ze nadenken over waar ze naartoe moeten. Mm-hmm. Wat ik net zei, het verandert allemaal. En of je wil of niet, je zult iets moeten doen. Mm-hmm. Daarvoor is het goed dat je nadenkt, dat je plannen maakt. En daarvoor is het ook goed dat je met mensen spart. En je moet dus bezig zijn met dat bedrijf. En die vouchers die helpen daar gewoon bij.
bedoel, dit is €1.500 ja of niet hebben om hiermee een start te kunnen maken. Ja, dus het is eigenlijk bedoeld als stimulans om ermee in de slag te gaan. Ja, inderdaad. Ja. En daar kan ik nog wel op aanvullen. Ja. De VHB heeft natuurlijk zijn verbinding rechtstreeks met de adviseurs. Ja. Maar die foutjes zijn voor boeren en tuiners. Ja. Ja. Dus die moeten met name weten dat ze bestaan. Ja. En er gebruik van gaan maken. Ja, ja, precies. Want het is best wel veel geld wat daar mee gemoeid is. Ja, precies. En wordt er tot nu toe ook al het volop gebruikt of niet? Gelukkig wel. Het is toch in de SABER-regeling, de oude SABER-regeling, die eerste 3 jaar pilot, werden er foutjes uitgegeven. 2000 stuks, 2500 stuks. Binnen 24 uur waren ze uitverkocht. Ja. Nou, vertel mij dan maar of ze goed of niet gebruikt worden. Maar volgens mij wel. Ja. In het begin was het nog wel zo dat met name de drive van de vouchers, de kennis over de vouchers, lag voornamelijk bij de adviseurs. Ja. En die wezen boeren en tuinder, hun klanten, erop. Je moet gebruik maken van zo'n voucher. Maar wij zouden het nou zo graag willen zien dat de intrinsieke motivatie bij de boeren en tuinder ligt. Ja. Want die hebben juist in deze tijd heel veel vragen. Ja. Ja, we willen dat het initiatief inderdaad bij boeren en tuinder ligt. Uh-huh. Dat hij of zij ook de verantwoordelijkheid neemt om die vouchers aan te vragen. En ook ervoor zorgt dat die adviseur die voucher verzilvert. Ja. Het heel soms wel eens voorkomt dat ze blijven liggen. Ja. Nou, daar ben je als boer en tuinder ook verantwoordelijk voor. Ja. Dus je moet er gewoon, dan moet je aan de bak. Ja. En dat geld niet zomaar laten liggen. Gaat dit jaar, de regeling gaat weer opnieuw open. Hè? Want het is één moment in het jaar, dan moet je erbij zijn. Ja. En inderdaad, wat jij ook al zei, hij is zomaar, kan die heel snel overtekend zijn? Het gaat dan heel snel. Hè? De openstelling is meestal middernacht. Dat is ook zo'n tijdstip dat je wel even ervoor op moet blijven. Ja. Maar op zich is het aanvragen. Ik heb een verhaal over horen van een van de boeren klopt. Die wij hier ook hebben in onze studio. Ja, die maakt er al een heel mooie melding van. Het is natuurlijk een middernachtelijk uur, maar oké. Okay. Ja. Binnen een half uur heb je €1.500 voucher binnen. En voor de bedrijfsplan vouchers is het niet anders. Nee. Alleen daar moet je wel een uitgebreidere vraag voor hebben. Want dat is ook een uitgebreider advies wat je dan gaat inhuren. Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, dit jaar gaat hij weer open. Ja. Wanneer ja. weten we nog niet precies? Nee. Weten we nog niet precies. Kan voor de zomer zijn, kan na de zomer zijn. Dus, maar er komt een openstelling in 2024. Ja. En het is ergens rond de zomer. Dus de volgende maand. Ja. Vorig jaar was het in september, hè? Ja. Maar het is eerder aangekondigd geweest in juli. Dus het moet rond dat tijdstip moet het zijn. Ze zaten toen met name met de verandering van de SABER-foutjes naar de GLB-foutjes. En de GLB-foutjes die hebben bijvoorbeeld ook een eigen bijdrage van de boer. Om ook die intrinsieke motivatie iets wat meer schwung te geven. Ja. Dus 20% bovenop de voucherwaarde is de eigen bijdrage die er nog bij komt. Ja, oké. Okay. Dus we hadden te maken met de SABER-foutjes. Ja. Dat is niet meer. Dat zijn nu de GLB-foutjes. Maar in grote lijnen. Die zijn gekoppeld aan het GLB ook. Dat klopt. Dat is inderdaad wel een puntje. Dus de SAAB-regeling was een nationale regeling. Een pilotregeling. Mm-hmm. Die werd nationaal afgezet. En Europa zag het gebeuren in Nederland. En dat vonden ze eigenlijk een heel goede zaak. En nu zijn er zelfs andere lidstaten in Europa die zeggen van, datgene wat Nederland heeft, dat willen wij ook. Ja. Vlaanderen heeft het inmiddels. Oké. Okay. En daarom heet het nu ook een GLB? Omdat het, of komen de gelden vanuit het GLB? De gelden komen vanuit het GLB. Daarom is het nu gekoppeld aan het GLB. Ja. Maar maakt dat het ook anders, zeg maar, de inhoud of de aanvraag van de vouchers? Is daar iets in veranderd ten opzichte van hoe het was? Onder de SABER-regeling nog? De nationale regeling? De systemen zijn bij RVO iets wat anders ingericht. Je hebt nou drop-down menus, wanneer je een aandachtsgebied aanvraagt. Hè, dus een expertise van de adviseur verwacht. Yeah. Dan wanneer je dat aandachtsgebied aanvraagt, krijg je een drop-down menu. En dan zie je meteen alleen de erkende adviseurs die daarvoor gekozen kunnen worden. Ja, precies. Daar komen we inderdaad zo dadelijk nog op, hè, over het aanvragen. Want we zullen ook veel praktische informatie proberen ook te geven hier het komend uur. De GLB-foutjes, dat is inmiddels duidelijk, zo heten ze nu. Rond de zomer wordt die regeling opengesteld. Dan moet je zorgen dat je dus ook als er kippen bij bent om inderdaad ook die aanvraag te kunnen doen. En dat doe je vervolgens dan bij RVO. Ja.
En wij zullen onze leden en adviseurs daarover ook informeren natuurlijk. Ja, dus zorg dat zij weten wanneer de regeling opengaat. Ja. Ja. Nou ja, wij gaan natuurlijk ook als Nieuwe Oogst zijn. We zullen hier ook melding van maken. Ja. Om onze lezers ook hierover te informeren. Maar als we dan... dan komt die boer, die komt dan bij op de website van RVO. Daar gaat hij die aanvraag doen. En dan? Want je hebt te maken, je moet een aanvraag indienen via een bepaald aandachtsgebied. Hè? Daar moet het op aansluiten. Daar gaat het hoofdzakelijk om. Je moet een keuze maken waar je vraag over gaat. Ja, precies. Nou, dus... En die gebieden, dat zijn de BAS-gebieden. Weer een andere afkorting. BAS staat voor bedrijfsadviseringssysteem. Oké. Grappend zeggen wij wel eens, dat is de BOVAG van agrarisch advies. Ja. Dus wil je een betrouwbare, onafhankelijke, kwaliteitsgeborgde adviseur hebben, dan ga je in dat BAS-register kijken. Ja. Het BAS-register bestaat uit 10 aandachtsgebieden. Ja. Die vallen uit 2 secties, de A-sectie en de E-sectie. Ja. A-sectie is vaktechnisch gericht, dat gaat over kringlooplandbouw. Die zien we hier nu ook in beeld, hè? Ja. Inderdaad. Daar zie je hele vaktechnische termen. A1 tot met 6 ja. En E1 tot met 4. En dat zijn dus de duurzame bedrijfsontwikkelingen of de duurzaam ondernemerschap. Ja. Wordt daarmee bedoeld, dat zijn de E-domeinen. Ja, ja. Daarbinnen die aanvraag moet je dus kiezen uit een van die codes. Dus een van die BAS-aandachtsgebieden. Ja, eigenlijk de vraag die je hebt als boer of tuinder... Die sluit, als het goed is, aan bij een van deze gebieden. Mm-hmm. En dan vraag je daar je voucher op aan. Ja. Nou, vervolgens de volgende stap bij RVO is dan kies een adviseur. Ja. Nou, in het drop-down menu zie je alleen nog maar de erkende adviseurs. Ja. En misschien zit er een bekende bij. Ja. Maar misschien zit er ook een onbekende bij. Ja. En die woont wel... 2 straten verderop. En die moet je zelf ook daarin aanklikken. Je kiest zelf dus jouw eigen erkende onafhankelijke adviseur... die in dat systeem dus tevoorschijn komt. Jouw eigen of een nieuwe? Of een nieuwe. Precies. Want dat kun je dus ook eens een keer proberen. Dat kan jouw eigen worden. Dat kan jouw eigen worden. Ja. Het is innovatief. Dat betekent dat het vaak anders is als wat je gewend bent. Ja, dan kan het ook zijn dat je eens een keer een andere adviseur... Op de dam laat komen. Ja, nee, heel goed. En die adviseur wordt dan via een e-mail geïnformeerd... over de keuze die boer gemaakt heeft. Ja, dus precies. Dus die ziet dat in één keer van... hé, Jantje of Pietje, die heeft voor mij gekozen. En die gaat dan contact met jou opnemen. Ja. Dat is dat dan ook meteen geregeld, zeg maar, via RVO? Hè? RVO staat natuurlijk niet altijd onbekend... dat dat altijd heel snel en soepel gaat, zo'n foutje. Hoe gaat dat in dit geval? Heb je dat meteen in je mailbox zitten van gaat uw gang... Wat ik ervan begrepen heb, is inderdaad na 1 of 2 dagen... dan heb je inderdaad een mail waarin staat dat die betreffende boer of tuinder voor jou gekozen heeft. Ja. Dus dat gaat vrij snel. Na de sluitingstermijn. En dat gaat dus heel erg snel met die vouchers. Die zijn binnen een dag uitverkocht. Ja. Maar de openstelling kan bijvoorbeeld 1,5 maand duren. Ja. Dus na die 1,5 maand gaat RVO zeggen van... oké, die vouchers worden toegekend, die vouchers worden niet toegekend. Ja. Dan krijg je een mail. Dus denk niet 2 dagen na het opvragen. Ja. Maar na dus de periode dat de sluiting, de officiële sluiting... ook al zijn ze al lang uitverkocht. Ja. Maar bijvoorbeeld die bedrijfsplan vouchers, die van €6.000. Ja. Dat zijn die openstelling, vouchers, hè? Ja, die openstelling die duurt wel wat langer. De kennisvouchers die zijn er vaak heel snel uit. Ja. Bedrijfsplanvouchers die toch wel wat moeilijkere trajecten van advies ingaan. Ja, die blijven soms al een week openstaan. Ja, hier zien we ze nog een keer in beeld. Hè? Die E-vouchers, E1 tot en met 4, dat zijn ook de vouchers van €6.000. E3, stuk? E3 en E4. Die zijn €6.000. Je moet het zo zien. De €6.000 vouchers, die bedrijfsplanvouchers... die mogen alleen verzilverd worden door E3 en E4 erkende adviseurs. Ja. Maar die moeten er 5 andere aandachtsgebieden verweven in het advies. Ja. Dus het moet een integraal advies zijn. Omdat het een best wel groot veranderingsplan gaat worden voor het bedrijf. En dat is ook het hoogste bedrag wat je kan krijgen, hè, per voucher. Het is €6.000 of €1.500. €6.000, €1.500 eigen bijdrage erop. Dus het totale adviestraject is €7.500. Okay. En daar kun je best iets moois van gaan initiëren op innovatieve veranderingen. Heel goed. Dus dat geldt voor E3 en E4. En voor alle andere... Pardon, van A1 tot en met 6 en E1 en E2 is het zo dat... En E3 en E4 heb je die 1500 vouchers. Nu raak ik in de war.
Want we hadden het net over E3. De kennisvouchers van €1500, die worden uitgegeven over alle aandachtsgebieden. Oh, okay. De bedrijfsplanvouchers mogen alleen verzilverd worden door E3 en E4. Ja. Dat worden geacht adviseurs te zijn dus die een ander type voucher. Ja. Behoorlijke diepgang hebben in bedrijfsovername of verdienmodellen. Ja. En geldt voor de foutjes van €1500 ook nog die eigen bijdrage? Ja. €375. Die is er altijd. Ja. Let daarop, dat hebben wij eigenlijk pas geconcludeerd, dat je kunt aangeven bij de aanvraag van de voucher of het inclusief of exclusief eigen bijdrage is. Wees zo slim om dan te zeggen exclusief, want dan is het totale adviestraject €1875, mm-hmm. waarvan €1500 voucher. Dan heb je de maximale waarde van de voucher benut. Oké, okay, dus altijd gaan voor het exclusieve. Exclusief, want dan doe je inclusief. Ja. Dan wordt het een voucher van €1200. Ja, precies. En €300 bovenop. Ja. Dan is het maar €1500 wat je uiteindelijk besteedt aan dat advies. Maar je haalt ook maar €1200. Ja, oké. Okay. Dus altijd kiezen voor de exclusieve optie. Heel goed. Laten wij eens even een vraag aan u thuis eerst stellen. Want we hebben een poll voor u voorbereid. En onze vraag is natuurlijk of dat u bekend bent met die vouchers. U ziet de poll zo dadelijk verschijnen. En dan kunt u kiezen uit 3 antwoorden. Ben jij bekend met de vouchers, is dus de vraag. En het antwoord waaruit u kunt kiezen is ja, ik heb er al gebruik van gemaakt. Ja, maar heb er nog geen gebruik van gemaakt. Of nee, nog nooit van gehoord. We zijn heel benieuwd naar uw antwoord. Of dat u dus al gebruik heeft gemaakt van de vouchers. Er al ze wel is waar kent, maar nog geen gebruik heeft gemaakt. Of er zelfs misschien nog wel helemaal nog nooit van gehoord heeft. Goed. Nogmaals, die poll krijgt u als het goed is zo dadelijk in beeld. Gaan wij ondertussen eens even kijken of er ook al vragen zijn vanuit de deelnemers over alle informatie die we tot nu toe al gegeven hebben. En volgens mij is dat al best heel veel. Of dat er al vragen zijn vanuit de deelnemers. Ik zie de moderatoren weliswaar heel druk die aanwezig zijn. Maar ik zie nog geen vragen zo 1, 2, 3 van de van de deelnemers. Dus daar komen we later nog op terug. U kunt in ieder geval dus, als u vragen heeft, ze stellen. Als het gaat om bedrijfsspecifieke vragen over uw eigen situatie. Maar natuurlijk ook algemenere vragen kunnen gesteld worden. Nogmaals, er zitten 3 moderatoren klaar om uw vragen te beantwoorden. Goed, wij wachten ondertussen op de uitkomst van de poll. Die zie ik ook nog niet. En wij praten ook ondertussen ook gewoon dan nog even door. Ja, even door. Ja. Want er valt nog genoeg te zeggen over inderdaad de kennisvouchers. Waar wordt het meest gebruik van gemaakt? Kunnen we daar iets over zeggen? Welk type, als we die BAS-aandachtsgebieden ook zagen... waar is de meeste interesse in? We merken dat op dit moment E1, persoonlijke ontwikkeling... van de ondernemer veel gebruikt wordt. En mm-hmm. daar kun je bedenken dat dat bijvoorbeeld coachingstrajecten zijn. Waarbij dus de boer een coach een keer op de dam roept... En, mm-hmm. en gaat vragen gaat stellen van hoe kan ik dit aanvliegen, hoe kan ik dat aanvliegen. Ja. Bedrijfsovername, bedrijfsopvolging, hè, dus de E3. Ja. Dat wordt vaak eerst een kennisvoucher aangevraagd, €1500 om af te tasten. Mm-hmm. Soms kan er ook al een coach aan boord komen, want bedrijfsopvolging is natuurlijk echt een tweeledig traject. Hè. Dat is financieel-economisch, maar het is ook voor de familie. Mm-hmm. Familiebedrijf is het best wel hectisch. Generatiezaken komen daar voorbij. Dus mm-hmm. dan is een coach ook belangrijk. Maar soms kun je daarmee ook opschalen van een 1500 voucher... het jaar erop een €6000 voucher aanvragen... Mm-hmm. om het daadwerkelijk in werking te gaan zetten... Mm-hmm. en het advies verder uit te kristalliseren. Ja. Mm-hmm. Maar het is goed dat die verschuiving er is... van dat puur vaktechnisch nadeel ondernemerschap... omdat we in een steeds meer onzekere tijd zitten... Dat vergt gewoon toch dingen die bij ondernemerschap thuis horen. Ja. Dus wat minder goed te vangen. Dus vandaar dat je andere vaardigheden en coaching daarbij precies. nodig hebt. Dus daar zijn we wel blij mee. Ja. Begrijp ik. Dus voorheen werden er inderdaad veel meer die vaktechnische foutjes aangevraagd, zeg maar. Die gaan over die A-gebieden.
Bedacht je van A1 stikstofemissies? Ja, dat is natuurlijk precies. een heel erg hot item geweest de afgelopen jaren. En daar werd veel. Daar was, binnen het A-bereik was daar het meeste vraag naar. Ja. Maar denk aan duurzame bodem en water. Ja. Nou, dat zou wel eens een heel interessant onderwerp kunnen worden naar de toekomst. Ja, ja, snap ik. Maar de verschuiving is inderdaad nu meer naar het persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer, bedrijfsplannen maken. Ja. Ja, op dat moment, op dit moment zie je daar de meeste vraag naar. E2, horizontale samenwerking, is natuurlijk ook een zaak die op dit moment heel erg speelt. Ja. Waarbij veehouders de handen ineens slaan met de akkerbouwer en er een adviseur tussen zetten die de bruggen bouwt. Ja. Ja, ja. Nou, het gaat echt over het zoeken in alles wat er nu verandert, ook naar een nieuwe, naar het versterken van die verdiencapaciteit. Daar zijn mensen ook naar aan het zoeken. Dus daar zie je heel veel aandacht naar uitgaan. Ja, begrijp ik. Goed, de uitslag van de poll laat nog even op zich wachten. Ik krijg hem nog niet door. Dus daar komen we op een later moment komen we op terug. Dan blijven we nog even in spanning. Of dat u inderdaad wel of niet bekend bent met de foutjes. Of dat u zelfs al misschien een foutje zelf gebruikt heeft. Of dan wel er nog nooit van gehoord heeft. Ondertussen gaan wij door met het programma wat wij hebben. Want wij hebben inderdaad een bomvol programma voor u gemaakt. Want we zijn nog lang niet uitgesproken over de foutjes. Zoals ik al zei, er zijn ook verschillende voorbeelden die we zo dadelijk hier aan tafel krijgen. Twee boeren met hun adviseurs die zelf dus gebruik hebben gemaakt van die foutjes. En we gaan met hun bespreken hoe zij dat dan precies gedaan hebben. Hoe zij dat precies gedaan hebben, maar ook hoe zij die toegepast hebben op hun eigen bedrijf en voor hun eigen ontwikkeling en welke rol de adviseur daarbij heeft gespeeld. We gaan eerst toe naar een video die wij gemaakt hebben bij een van die twee boeren die samen dus met hun adviseur een bedrijfsplan hebben opgesteld naar aanleiding van de voucheraanvraag. Al enkele jaren worden er miljoenen euro's subsidie uitgegeven in de vorm van vouchers voor innovatie in de agrarische advieswereld. Vouchers voor kennis, maar ook voor het uitdenken van een bedrijfsplan. Nieuwe Oogst organiseert op dinsdag 12 maart samen met de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs een webinar over deze vouchers. Maar wat is een voucher eigenlijk? Een voucher, het is een tegoedbon, hè, die heb ik aangevraagd destijds. En daarmee kan ik dus een erkende bedrijfsadviseur inhuren. En dat ik dus de kosten niet heb van, om de bedrijfsadviseur meer te betalen. Hè, want dat, dat gaat vaak toch heel veel tijd in zitten om een goed kloppend bedrijfsplan te maken. Als de ondernemers op bepaalde aandachtsgebieden, op gebied van duurzame ontwikkeling van hun bedrijf, bedrijfsplannen, natuurinclusieve landbouw, daar kunnen zij dus foutjes voor aanvragen en dan kunnen ze specifiek deskundigen op een bepaald gebied daarvoor inhuren. En zo'n foutje is een steuntje in de rug wat je echt extra weghelpt naar een nieuwe, nou in ons geval dus een aankoop van een bedrijf met een compleet nieuwe bedrijfsvoering. Je hebt twee hoofdgroepen, dat is dus kringlooplandbouw en wat bredere bedrijfsontwikkeling. En dat kan inhouden waterbeheer. Biodiversiteit. Dat kan ook gaan over bedrijfsontwikkeling. Dat kan gaan over samenwerking met collega's of partners in de keten. Dat kan gaan over verdienmodellen. En ook heel belangrijk is dat bedrijfsopvolging. Daar worden ook vrij veel foutjes voor ingeschakeld. Als een adviseur binnen de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs aan bepaalde kwalificaties voldoet, zoals onafhankelijk zijn, een bepaald opleidingsniveau hebben en zijn of haar permanente educatie op peil houdt, dan wordt de adviseur erkend in het bedrijfsadviseringssysteem, oftewel het BAS-register. Die overheid heeft gezegd van oké, wij geven vouchers uit aan ondernemers en die mogen alleen maar besteed worden aan adviseurs die in dat BAS-register zitten. En de overheid wil daarmee eigenlijk, het is niet zo dat wij rapporteren of afhankelijk zijn van de overheid, maar de overheid wil wel graag dat de ondernemers van een onafhankelijk adviseur gebruik maken. En dan gaat het met name om niet productgebonden adviseurs. Ik had van tevoren gekeken hoe het een en ander in elkaar zat. En de regeling ging om 12 uur 's nachts open. Ik ben dus ook om 12 uur 's nachts achter de computer gaan zitten. En 5:30 heb ik mijn aanvraag verzonden.
Ik denk, daar wil ik wel graag een nachtje voor opleven voor zo'n voucher. Ja. Nou, mijn ervaring die ik heb gehad bij die ondernemers die de voucher voor mij hebben aangevraagd, is dat je met name werkt als een stukje als een katalysator. Hè, dat mensen de tijd nemen om eens een keer met een andere adviseur dan de normale adviseur om tafel te gaan. Dat betekent dus niet dat de bestaande adviseurs niet goed zijn of niet voldoende kwaliteiten hebben. Maar heel veel ondernemers willen toch graag met die voucher een keer van een onafhankelijk iemand horen welke mogelijkheden er zijn. En dan komen soms zo'n verrassende ideeën uit, onder andere op dit bedrijf. Welkom terug hier bij het webinar over vouchers, waarmee u dus subsidie kunt aanvragen voor allerlei aandachtsgebieden. En bij mij aan tafel ziet u inmiddels nieuwe gasten. Ik had ze al van tevoren aangekondigd. Gert-Jan Stokkers, jij bent multifunctioneel agrarisch ondernemer. Je hebt een biologisch bedrijf. We zagen jou net al in de video. Daar gaan we het zo verder over praten. En je hebt dat bedrijf in Haaksbergen. Ja. Tegenover jou zit jouw adviseur. Dat is Arjan Strootman. Wij zagen jou ook net in de video. Jij bent bedrijfsadviseur bij Agroadvies in Oost-Nederland. Dan hebben wij een andere melkveehouder hier aan tafel. En dat is Arne van Schot. Welkom ook, fijn dat je er bent. Jij hebt een bedrijf in Oude Pekela. Daar gaan we het zo dadelijk ook over hebben. En tegenover jou ook je adviseur. En dat is Albert Koster. En jij bent mede-eigenaar en adviseur van melkveehouderij doe jij bij Dairy Consult. Welkom ook. Goed, laten we eerst, Gert-Jan, naar jou gaan. Want we zagen natuurlijk jouw bedrijf zojuist, ja, hè, in de video. Die voucher, hè? Want jij hebt inderdaad, jij bent een van de gelukkigen geweest die inderdaad, waar we het van tevoren al over hadden gehad, die voucher hebben aangeweten te vragen van 6.000 euro. Ja. Om in het kader van bedrijfsovername was dat. Dus ja, die E3 ja, variant. Ja. Kun je vertellen hoe dat ging? Ik was getipt voor die voucher. En ik ben op het moment toen die voucher openging, dus om 12 uur 's nachts, ben ik achter de computer gaan zitten. Aanvraag ingediend en een goed half uur later verzonden. Zo ben ik ook bij Arjan Strootman terechtgekomen. Dus jij hebt echt jij wist dat die openging. Jij ja, bent meteen, ja, jij dacht, ik wil de eerste zijn. Ik ben ervoor opgebleven. Precies, ik wil de eerste zijn. En jij wist ook al dat die heel snel overtekend was. Nou, dat was bij de andere foutje van 1500 euro was dat het geval. Ja. En dat is mij toen misgegaan. Dus ik denk, dat gebeurt me niet nog nee, meer. Nee, precies. Ja, 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 heel ja, goed. Dus je bent opgebleven en om 12 uur ging die open. 12 uur 's nachts. En toen ben je meteen aan de gang gegaan. Ja. En om 12:30 had je hem binnen. Ja, 12:05 heb ik de aanvraag verzonden. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel goed. En jij wist toen ook al meteen wat jij wilde. Voor welke categorie jij ook een aanvraag wilde doen. Ja. Nou, wij moesten dit is een voucher voor een bedrijfsplan. En wij waren bezig om te kijken voor een tweede locatie. Ik zit samen in de maatschap met mijn zus en ouders op een biologisch melkveebedrijf. En met twee opvolgers. Mm-hmm. Bedrijf is te klein voor twee gezinnen. Dus ik was samen met mijn vrouw op zoek naar een andere plek in de buurt. Om daar een agrarisch bedrijf te beginnen. Niet per se melkveehouderij, maar net wat op die locatie mogelijk was. Ja. Ja. En toen kwam je dus op dit bedrijf, wat we net ook zagen in de video, hè? Ja, wij zijn dus ooit met landgoed het Lankeert in gesprek gekomen. En zij gaven aan dat er in de toekomst een bedrijf vrij zou komen uit erfpacht. Gesprekken zijn op gang gekomen. Maar ja, goed, dan moet het hele plan nog. Ja. Om het allemaal rond te kunnen rekenen. Ja. En daar had ik gelukkig kon Arjan mee daar goed mee helpen. Ja. Ja. Ja, exact. Want jij hebt inderdaad een volgrond groentebedrijf. Ja. Biologisch ook, tuinbouw daar ook bij. En je gaat dat ook nog combineren met vee, hè? Ja. Legkippen, vleesvarkens. Ja, die zijn er op het moment al. Ja. En vleesvee is in de bedoeling dat er nog bij komt. Ja, precies. En dan de biologische volgrond groenteteelt. Ja. Ja, en daarnaast ook nog de agrarische kinderopvang. Ja, klopt. Ja, want dat daarmee
Ja, dat is de reden waarom je multifunctioneel ondernemer bent, hè? Ja, oké. Okay. Arjan, jij bent inderdaad adviseur geweest, hè, van Gert-Jan. Jij kreeg die aanvraag toen binnen. Toen Gert-Jan dat bij RVO in had gevuld. En dan? Wat kun je ons meenemen? En ook vooral de deelnemers. Wat gebeurt er dan? Nou, heel praktisch. S'morgens ook wakker werd en ik keek in mijn mailbox. Nou, toen zag ik dat er iemand een aanvraag had gedaan op mijn naam. Ja, en kennen jullie elkaar al of niet? Ja, via. Ja. Niet heel veel contact, maar nee. We kennen elkaar. Ja. Ja. In de loop van de dag nam je contact met mij op. Ik heb gisteren al een aanvraag gedaan en zou je mee bij de plannen willen helpen? Ja. Nou, ik zeg tuurlijk, leuk, dat wil ik wel doen. Ja. Toen zijn de gesprekken op gang gekomen. En de hoofdlijnen heeft Gert-Jan aangegeven dat hij wat zijn droom was. Toen zijn wij gesprekken aangegaan. Bij dit plan, bij deze foutje, heb je ook iets meer ruimte om wat meer de tijd te nemen. Mm-hmm. En, hoeveel tijd heb je? Ja, voor zo'n voucher heb je best wel een heel aantal dagdelen de tijd. Mm-hmm. Dus we hebben ook gesprekken gevoerd voor vergunningen, voor financiering. Ja, oké. Okay. Ik bedoelde, het is niet dat je hem binnen... Dat was eigenlijk mijn vraag. Het is niet dat je hem binnen een bepaalde tijd moet benutten. Nee, ik durf niet zeker te zeggen. Dat is niet oneindig. Nee. Dat zal met het jaar moet dat wel... Ja, ik denk dat dit ook een termijn van een jaar had. Ja. Maar goed, een bedrijfsplan heb je niet zo in twee dagen klaar, zeg maar. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja. En bij dit plan, bij deze foutje, moet je ook een integraal advies geven. Dus er moeten ook meerdere aspecten uitgewerkt worden. Ja. Dat is een voorwaarde van deze foutje. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld, welke aspecten zijn dat? Nou, de kern hier was zeg maar wel dat de ondernemer op zoek is naar... Die zat dus met zijn bedrijf, met zijn ouders en zus. Hè, er moest een tweede locatie komen, een mm-hmm. uitbreiding. Mm-hmm. Dus dat was een stukje bedrijfsopvolging. Dat was de hoofdlijn. Ja. Maar daarnaast op deze locatie, dat was een traditioneel melkveebedrijf. En het landgoed dat wou graag wat diverser onderneming op die plek hebben. Mm-hmm. Nou, en dat past ook wel in deze regeling om dat verder uit te gaan werken. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, en zodoende zijn jullie samen daarmee aan de slag gegaan. Ja. En heb je inderdaad die voucher kunnen benutten. Ben je er tevreden over hoe dat gegaan is? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, van het begin af aan met... er was ook een klik met Arjan. En dat heb je denk ik in zo'n traject ook sowieso nodig. Hè? Je geeft heel veel dingen bloot. Ja. Die klik wasten, we begrepen elkaar. En vrij goed een plan in elkaar kunnen zetten. Ja. En waar wij ook meer richting financiers konden van... Goh, dit zijn wij van plan en op deze locatie. Ja. He, want het was een voormalig melkveebedrijf. En van gras melk maken is kun je snel geld maken van iets. Ja, ja. Ja, en als je wat anders gaat doen, dan kom je er toch achter... dat je meerdere facetten nodig hebt. En dat er best wel wat creativiteit bij moet komen. Zeker, ja. Een stukje veel en als adviseur draag je ook je netwerk aan. Ja. Je kennis wat je bij andere bedrijven hebt opgedaan. Ja. En uiteindelijk verwerk je dat ook in een financieel plan. Ja. Ja. Dus dat was wel een heel traject. Ja. Goed, gaan wij naar Arne van Schot. Want ook jij hebt een voucher aangevraagd. En bent daarmee aan de gang gegaan. Samen ook met jouw adviseur. Jij hebt in de andere categorie, hè, als we kijken naar die BAS-aandachtsgebieden. Die zien we hier achter ons. Ja. We hebben daar hiervoor al uitgebreid aan het begin van het webinar aandacht aan besteed. Jij bent juist hebt gekozen voor een van de vaktechnische foutjes, hè, kennisfoutjes. Ja, voor de stikstofemissie, ja. Heb voor gekozen. Is de A1, is dat? Ja, stikstofemissie en hergebruik nutriënten. Ja, klopt. En we hebben een aantal jaar geleden wel redelijk geïnvesteerd in automatisering. En we deden nooit aan weidegang. Kun je iets vertellen over je bedrijf? Want we hebben jouw bedrijf natuurlijk niet gezien. Nou, bedrijf samen met mevrouw en ouders in de oude Pekela. Ja? We hebben ongeveer 450 melk- en kalfkoeien. De koeien worden gemolken door robots. En we hebben denk ik over 2 jaar melken met de melkrobots. Ja. En toen bij het ontwerp van de stal hebben we al rekening mee gehouden dat de koeien een keer naar buiten konden, zeg maar. Yeah. En dat we zouden gaan weiden. Yeah. En toen alles gerealiseerd was, toen zei Albert ook van... Nou, dan moet je dit jaar ook maar beginnen met weiden. Yeah. Dus vandaar dat we daar ook eigenlijk de Voicer het eerste keer voor gebruikt hebben... om hoe gaan we ons bedrijf indelen met koeien weiden. En veel bij andere bedrijven eens kijken, samen ook. En daar ervaring mee op gedaan. En ook met name van de ruwvoer benutting... We gaan eerst weiden en als de koeien weer naar binnen gaan... dan zijn we begonnen met stalvoeren. Yeah. Dus op die manier proberen we om het eiwit eigenlijk
zo efficiënt mogelijk te benutten. Ja. En dat we eigenlijk weinig inkoopverlies hebben met graskuil in het najaar. Ja, ja. En die voucher, hè, dat was €1500. Ja, dat klopt. Wat jij daarvoor gekregen hebt. Waren daar verder, zaten daar nog randvoorwaarden aan waaraan je moest voldoen om dat geld te kunnen benutten? Nou, de aanvraag ging eigenlijk best eenvoudig. Je moest natuurlijk wel in een van die punten moest je aan voldoen. En je moest een adviseur moest je aanwijzen. En op zich vond ik het zelf vrij makkelijk om die aanvraag af te ronden. Ja. Oké. En er zaten niet bepaalde restricties of wat dan ook, bepaalde criteria golden waar je aan moest voldoen. Nee. Ja, net aan die onderwerpen, daar moesten we onder vallen. En dat deden we. Ja, dus in die zin is het heel laagdrempelig eigenlijk. Ja. Oké. Albert, jij bent inderdaad hier in contact ook gekomen. Jullie kenden elkaar al, begrijp ik. Hè? Jij was al adviseur daar. Want jij bent degene die net dat setje ook dus heeft gegeven voor dat bewijden. Hè? Ja. Hoe heb jij, zeg maar, vanuit jouw kant als adviseur zijnde, onafhankelijk adviseur ook, hè, die voucher inderdaad kunnen inzetten? Kunnen benutten samen met Arne? Nou, zo'n voucher is eigenlijk een mogelijkheid om gewoon even wat extra aandacht aan een onderwerp te geven. Mm-hmm. In dit geval de stikstofemissie. En daar hoort eigenlijk het hele bedrijf bij. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooie kans. We kennen elkaar al wel. En het is een mooie kans om daar gewoon veel aandacht aan te besteden. Ja. En dat, nou, het is meer dat het setje in de rug geeft. Ja, precies. Denk ik, voor de ondernemer. Ja. En jullie hebben van dat geld, hè, van die voucher, hebben jullie besteed om vooral bedrijfsbezoeken, begrijp ik, samen af te leggen. Dus veel kennis op te doen, kennis uit te wisselen ook onderling. Ja, het is een kennisvoucher, dus een deel van de kennis hebben we, of een deel van de voucher hebben we besteed aan het bezoeken van andere bedrijven. Uh-huh. Maar ook een deel van de voucher gewoon van mijn werk op dat bedrijf. Ja. Gewoon met elkaar nadenken. Wat gaan we hiermee doen? Hoe pakken we de boel aan? Ja. Wat is de huidige situatie? Ja. Wat lijkt ons samen verstandig? Ja, precies. En kun je iets concreter zijn? Nou, een heel concreet voorbeeld is natuurlijk, wanneer ga je, gewoon hoe vul je de wedergang in? Ja. Hoe ga je weiden? Wanneer ga je weiden? Welke dieren ga je weiden? Ja. Wanneer hou je er ook weer mee op? Ja. En wat doe je bijvoorbeeld als het weiden voorbij is? Ja. En weidegang en ruwvoerteelt en ruwvoerwinning horen enorm bij elkaar. Ja. Het is eigenlijk de bedoeling dat het hele bedrijf op het gebied van stikstof het zo goed mogelijk doet. Ja. Zo efficiënt mogelijk. We proberen te voorkomen dat we aan één onderwerp over één onderwerp nadenken. Ja, precies. Ja. Zou je nog een keer gebruik willen maken van een voucher? Is die mogelijkheid er trouwens? Kun je jaarlijks opnieuw inschrijven? Ja, volgens mij kan het wel. Volgens mij wel, ja. Dat is geen probleem. Ja. Okay. Ja. Ja, ik zou het wel weer doen, ja. 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 Toch weer een stukje verbreding. En er gaat toch iets. Normaal heb je natuurlijk altijd je gesprek over rantsoen en hoe doen de koeien het. En nou heb je toch een mogelijkheid om iets een keer iets breder te gaan. En dan misschien ook weer dingen mee te nemen wat toepasbaar zijn voor je bedrijf. Ja. En als je dus nu opnieuw die regeling open zou gaan, overweeg je inderdaad nu ook om weer die een aanvraag te doen? Ja. En dan in welke categorie? Weet je dat De andere categorie ben ik nog niet zo bekend mee. Maar we zijn ook wel veel aan het samenwerken met akkerbouwers bij ons in de buurt. En we zijn nu onlangs hebben we een graanpletter gekocht. En we proberen om wat graan wat in de buurt verbouwd wordt door akkerbouwers, om dat in de melkrobots te gaan voeren. Okay. Dus dat soort dingen zijn we ook een beetje mee aan het zoeken. Om toch in de buurt de regionale mestvoercontracten en dat soort dingen. Om daar alvast voor op in te spelen. Ja. Oké. Gert-Jan, hoe is dat voor jou? Ja, ik zou op zich ook wel. We zijn op het moment nog met van alles en nog wat bezig. Ja. De hele ontwikkeling van het bedrijf. Het is afgelopen jaar is echt een rollercoaster geweest. Ja. We hebben dus afgelopen april de boerderij aangekocht. En we zijn er nog geen eens een jaar aan het draaien. Maar goed, ik zie zeker wel een aantal onderwerpen waar ik wel geïnteresseerd in ben. Ja. He, om daar bijvoorbeeld nog een voucher voor aan te vragen. Ja. Hebben jullie ook bepaalde tips, adviezen, mogelijk naar de deelnemers die nu kijken, waarvan een deel inderdaad nog niet bekend is met de vouchers, wel mogelijk ook een aan wil gaan vragen? Hebben jullie bepaalde tips voor die boeren of tuinders?
Ja, ik denk dat je het gewoon moet doen. Het is, je kunt het zelf heel makkelijk doen. En er is best veel keuze in onderwerpen en adviseurs. En ja, ik denk dat je er altijd iets aan hebt. Ja, verdiep je er gewoon iets in. Het is niet, niet heel ingewikkeld. En op zich de aanvraag zelf ook. Ik vond hem zo vrij makkelijk om te doen. Ja, ja. Gebruiksvriendelijk, zeg maar. Ik ben niet zo'n computerman, maar ja, precies. Ik kreeg het zelfs nog wel geregeld. Ja, heel goed, heel goed. Hebben jullie tips of advies naar deelnemers die zitten te kijken? Ja, ik sluit me het eigenlijk bij aan. Gewoon doen en kijken. Als je een uitdaging hebt op je bedrijf, kijken of het past bij zo'n onderwerp. En zoek daar een adviseur bij die, waarvan je verwacht dat je daarin kan helpen. Ja, ja, ja. Oké, helder. Jij misschien nog een aanvulling? Nou, misschien ga de komende tijd een beetje nadenken over vragen, zodat je de vragen een beetje paraat hebt op het moment dat die regeling weer opent. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Helder, helder. Ik ga ondertussen kijken naar vragen die binnen zijn gekomen van u thuis, van deelnemers aan dit webinar. En u kijkt inderdaad met grote getalen. Dus dat is heel fijn dat daar hier zoveel interesse is in dit onderwerp. Nou, de eerste vraag die hebben we eigenlijk al beantwoord. Is het moeilijk om een voucher aan te vragen? Ik begrijp van jullie beiden dat dat niet zo is, hè? Nee. Hoe lang is een voucher geldig, Arjan? Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik ga ervan uit dat hij met de jaren wel verzilverd moet zijn. Ja. Anderhalf jaar. Een jaar wordt doorgeseend. Ja, precies. Ja. Een jaar. Ja. Oké, heel goed. Dan is dat helder. Ja. Dus, en dat is voor het moment van toekenning of van aanvragen dat hij dus inderdaad ook verzilverd moet gaan worden. Andere vraag. Waarom keer je geen vergoeding uit aan alle ondernemers? Bijvoorbeeld verhoging, gebruik, vergoeding. Even kijken hoor. Waarom keer je geen vergoeding uit aan alle ondernemers in plaats van dus op deze manier zeg maar iedere keer een foutje aan te moeten vragen? Kunnen jullie daar antwoord op geven? Dat kan wel. Het begon met dat de overheid zegt van oké, die ondernemers, de maatschappij die verwacht van alles van die ondernemers. Wij vinden dat we hen daar ook in moeten kunnen ondersteunen. Ja. Want de vraag was van ondernemers, ja, overheid, jullie, de maatschappij, jullie verwachten van alles. Maar hoe moeten we daar op anticiperen? Ja. En toen heeft eigenlijk de overheid gezegd, oké, nou, we zoeken een aantal onafhankelijke adviseurs. En dat is dus een heel aantal die op de lijst staan. Ja. En die kunnen ondernemers helpen met het beantwoorden van dat soort vragen. Ja, ja. Dus de bedoeling is wel dat de specifieke vragen worden beantwoord. Ja, 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 ja. Oké, helder. En dit is vooral een keuze geweest vanuit de overheid zelf, hè, om het zo te doen, neem ik aan. Ja. Ja, precies. Dus die is ook het is wel belangrijk om te zeggen, het is onafhankelijk. Hè. Het is niet zo dat de vereniging of de adviseurs werken in opdracht van de van LNV. Ja. Er vindt ook geen terugkoppeling plaats. Nee. Het is echt wel onafhankelijk advies. En die onafhankelijkheid die wordt geborgd door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs. Ja. En daar vertrouwt de LNV op dat die borging er is. Ja, ja. Een van de deelnemers die stelt dat de voucher is voor de veehouder, maar de adviseur strijkt het bedrag op. Hoe zien jullie dat? Nou ja, in mijn geval weet je, de voucher is bedoeld om dus iemand in te huren die jou juist helpt bij een bepaald vraagstuk. Ja, ja. En bij ons was het een heel complex vraagstuk rondom een compleet bedrijfsplan. Ja. Kijk, en het was voor ons echt zeker een flinke duw in de rug om dit helpt gewoon echt om zulke plannen te kunnen realiseren. Ja, ja. Had je het anders, stel dat dat niet die regeling er niet was, je had het geld niet. Ik had sowieso een bedrijfsplan nodig. Dus weet je, dan had je het op andere manier, dan had je een adviseur zo uit eigen zaak moeten betalen. Yeah. Kijk, en nu kun je het door middel van zo'n voucher en kun je juist ook bepaalde stukken nog wat breder op ingaan. Waar je normaal zou zeggen van nou, laten we dat vrij beknopt houden. Ga je nu juist wat dieper op bepaalde zaken in. Ja, precies. Ja. Precies, helder. Voor jou? Ja, ik denk ook dat het goed is dat de ondernemers zelf de voucher aanvragen en dan daarbij een adviseur zoeken. Niet een adviseur een aanvraag laten doen. Precies. En dan ben je al wat gekleurd natuurlijk. Ja. Dus gewoon zelf aanvragen en dan zelf
mensen bijzoek. Ja, precies, want het komt echt voort uit jouw behoefte en jouw kennisbehoefte die jij hebt. En daar vraag jij het op aan en ja. Zoek jij ook een adviseur bij. Ja. Ja. Ja, dus je hebt daarmee ook de regie als veehouder ja. In je eigen, hand, hè? Ja. Ja. Oké, okay, dat is inderdaad hoe het systeem werkt. Nou, dat zijn even de vragen tot nu toe. Zijn er nog andere zaken over de vouchers en over het aanvragen, over het benutten, het gebruiken ervan, die waar we het nog niet over hebben gehad, waarvan jullie zeggen van nou, dat is nog wel heel goed voor de deelnemers die nu thuis zitten te kijken. Om dat te weten. Ik heb zo niet. Nee, ik ben ook hard aan het nadenken. Hebben we alles... dat betekent dat we het allemaal goed hebben ja. Besproken. Ja. Hebben jullie nog aanvullingen? Nee. Eigenlijk niet, nee. Nee. Nee? Nee, op de site van RVO, als de regeling opengaat, daar staat ook wel vrij goed beschreven hoe de regeling werkt. Ja. Op de site van onze vereniging staat ook wel een en ander beschreven. Ja. En ik denk dat het goed is dat... het is net ook al gezegd dat een ondernemer zelf kijkt waar hij behoefte aan heeft. Ja. En zelf een adviseur daarvoor inschakelt. Ja, precies. Ja. Precies. Zo'n systeem ook ingericht, hè? Ja. Ja, 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 ja. Jij? Nee, ik heb ook geen toevoeging. Nee? Nee. Hebben jullie veel te maken met dit soort aanvragen? Van nieuwe klanten die je daardoor krijgt, of misschien ook wel bestaande klanten? Het is deels een aantal bestaande klanten wel, maar ook wel heel veel klanten die... ja, die dan eens een keer een frisse blik op het erf willen hebben. Ja. En nogmaals, het betekent niet dat de bestaande adviseur zijn werk niet goed heeft gedaan of dat hij op het zijspoor wordt gezet. Maar er zijn mensen die zeggen, we willen gewoon een onafhankelijk frisse blik. En soms werk je daarin ook zelfs wel samen met de bestaande adviseur. Dat gaat prima. Ja. En als de klus achter de, voorbij is, gedaan is, dan neemt de bestaande adviseur het gewoon weer over. Ja. Dus je hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Nee. Ja. Ja, precies. Dat is ook nog wel goed, denk ik, om dat te weten. Ja, ja is ook zo. Is ook zo. Maakt het ook in deze zin anders, zeg maar, want jullie werken waarschijnlijk met meerdere adviseurs, hè? Dat je nu op deze manier, zeg maar, bij een adviseur uitkwam die dus ook die onafhankelijke borging had enzovoorts, dan de andere erfbetreders die je ook hebt op het bedrijf? Ja, Albert kwam natuurlijk ook bij ons al gedeeltelijk voeradvies doen. Die was dus, al. Ja, precies. We hebben wel iets verbreding gezocht met betrekking tot ruwvoerbenutting en indeling bouwplannen en dat soort dingen. Ja. 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 En voor jou, Geert-Jan? Nou ja, bij ons met het bedrijf in Boekloo hebben wij een andere adviseur. Ja. En Arjan kende ik via. En dat was voor mij ook echt de keus toen ik uit de lijst met adviseurs kon kiezen. Nadat ik van alles in had gevuld, dat ik zei van ja, ik wil toch graag echt iemand anders hebben. Ja. Die een frisse blik, maar dat je ook gewoon... Die ziet misschien weer net een andere weg als de bestaande. Ja. En dat was voor mij echt een reden om bijvoorbeeld voor Arjan te kiezen. Ja, helder. Je zei nadat je van alles in had gevuld. Wat voor informatie moest je bijvoorbeeld geven? Wat voor gegevens moest je... Hebt een bedrijfsplan en verschillende punten, zeg maar. Wat je gaat verbeteren, waar je op bedrijf, waar je naartoe wilt. Allerlei aandachtsgebieden, zeg maar, rondom milieu, rondom water. Allerlei zaken wat je dus in kunt vullen. Ja. En dan was het in ons geval omdat wij natuurlijk van een... het was een regulier melkveebedrijf. Mm-hmm. Wat omgeschakeld was naar een multifunctioneel biologisch bedrijf. Hè. Dan heb je best veel aandachtspunten wat tegenwoordig ook speelt. Waar je vooruitgang op boekt. Mm-hmm. Maar het is heel breed. Maar het staat wel heel duidelijk beschreven. Ja. Het is niet, het is vrij makkelijk en snel in te vullen. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Oké, heel goed. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid hier. Ook Geert-Jan, dat we bij jou op het bedrijf mochten komen en daar mochten komen filmen. En dat jij daar ook aanwezig was. Heel fijn dat jullie hier naar de studio wilden komen en je verhaal wilden doen. En jullie kennis ook met ons wilden delen en met de deelnemers thuis. Wij hebben nog een vraag ook aan u. En daarmee gaan we ook de
antwoorden van de eerste vraag die u nog van mij te goed heeft ook meteen ook behandelen. Eerst even de tweede vraag die wij hebben. En dan gaan wij hier vervolgens ook over naar het laatste onderdeel van dit webinar. De laatste 10 minuten die we nog voor u in petto hebben. De vraag die luidt. Heb jij vragen over innoveren die met een voucher met advies beantwoord kunnen worden? Dus heb jij vragen over innoveren die met een voucher met advies beantwoord kunnen worden? En u kunt weer kiezen uit 3 mogelijkheden. Ja, vragen te over. Ja, er begint iets te dagen. Nee, ik heb geen innovatie nodig. Dat zijn de 3 keuzes die u voor u heeft. En dan gaan wij ondertussen hier aan tafel gaan wij wisselen. Ik ga jullie nog een keer heel hartelijk danken. Jullie kunnen plaatsmaken voor de laatste 2... die u ook al eerder heeft gezien hier aan tafel. Aan tafel komen namelijk nog een keer terug. Frank Spitsers, voorzitter bestuur van het bestuur van de VAB. En Paul Daniels, hij is algemeen secretaris en projectmanager van het verenigingsbureau van de VAB. U zag ze al aan het begin van de uitzending. Goed. De eerste vraag, welkom opnieuw hier aan tafel. Jullie hebben vast met interesse ook zitten luisteren, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Fijn. Heel instemmend zitten knikken. Ja. Ja. En één keer gezegd, de 1, maar dat was heel duidelijk. Ja, was dat precies. Ja, inderdaad, de openstelling is 1 jaar. Ja. De vouchers moeten binnen 1 jaar gebruikt worden. Ja. Maar merk bijvoorbeeld RVO dat dat dan toch nog heel veel vouchers in de omloop zijn, dan wordt er regelmatig 1,5 jaar aangehangen. Ja, ja. Precies. Maar wat heel fijn was om te merken ook dat de 2 boeren, om het zo maar even uit te drukken, gewoon zelf een initiatief genomen hebben om die vouchers aan te vragen. Ja. Zelfs je adviseur erbij gezocht hebben. Zelf gewoon dat hele traject hebben gepakt. Ja. Dat is juist wat wij willen. Ja. Dat je als boer niet te zeer afhankelijk van een adviseur opstelt, maar gewoon zelf een initiatief pakt. Ja, precies. Ja. Dat de regie ook bij hun ligt. En de VRB zorgt vervolgens voor een pool met erkende, onafhankelijke, kwaliteitsgeborgde adviseurs. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik heb even opnieuw de eerste polvraag erbij gepakt. Want zoals ik al zei, de antwoorden daarvan, die hebben we nog niet terug laten komen. En die had u van mij ook thuis nog te goed. Dit is een hele mooie verdeling zoals hier geantwoord is door de deelnemers thuis. 30% zei ja, ik heb er al gebruik van gemaakt. 36% gaf antwoord 2, ja, maar ik heb er nog geen gebruik van gemaakt. Dus wel bekend met de voucher, maar nog geen gebruik van gemaakt. En 34% had er nog nooit van gehoord. Aha. Ja, mooi verdeeld. Ja. Komt deze uitkomst ook overeen met wat jullie in het veld zo al zien? We hoorden incidenteel wel dat er ook bedrijven die bezig zijn met innoveren, die naar multifunctioneel gaan of die echt bezig zijn, dat die hele traject hebben afgerond al. Ja. Dat die achteraf zeggen, goh, wij kenden die vouchers niet. En er is ook niemand die ons daar ooit iets over verteld heeft. Ja, precies. Dus dat is ook een van de redenen natuurlijk dat we dit webinar doen. Ja. En als ik nu begrijp dat 34% van onze boeren en tuiners er nooit van gehoord heeft, dan is het maar goed dat we dit doen. Ook een derde deel weet gewoon niet dat die vouchers er zijn. Precies de insteek, het gevoel dat we ook hadden van dit moet niet alleen bekend zijn bij adviseurs, dit moet vooral bij boeren en tuinders bekend zijn. Ja. Dat die hun vragen middels vouchers kunnen gaan beantwoorden. Hè. Dus de eenvoudige vragen met kennisvouchers, wel innovatief. Iets nieuws op het erf proberen te laten landen. Ja. En bedrijfsplansvouchers, dan ga je echt pittig aan de slag. Ja, precies, precies. Het goede nieuws is dan wel inderdaad dat een derde heeft ze al gebruikt. Ja. En 1/3 zegt, ik ken ze wel, ik ga ze gebruiken. Ja. Dus dat betekent wel dat er een verandering gaande is, zeg maar, in de sector. Dat zeker. Mensen wel bezig zijn. Dan is het helemaal belangrijk dat je om middernacht de volgende ronde gaat plaatsnemen. Inderdaad. Want de openstelling heeft natuurlijk een bepaalde beperking van het aantal. Ja. En de mensen zullen er nu hopelijk snel op nog afkomen. Nog meer kennis van hebben. Maar dan gaan wij ook iets harder lobbyen weer. Uiteraard. Om nog meer geld vrij te krijgen. Ja. Voor, om meer vouchers opgesteld te krijgen. Dat is logisch. We gaan ook naar de antwoorden van de tweede polvraag. Die heb ik voorgezet. Dat was de vraag over... heb jij vragen over innoveren die met een voucher met advies beantwoord kunnen worden? En daarop geeft 48% aan vragen te over. 34% geeft antwoord 2. Ja, er begint iets te dagen.
En 20% zegt nee, ik heb geen innovatie nodig. Ja, het is goed dat de vragen te over zijn, maar dat is ook gevoelsmatig in deze tijd, dat er zo ongelooflijk veel gevraagd wordt van boerentuinen. Ja. Ook logisch dat er vragen te over zijn. Ja. En de laatste, nee, ik heb geen innovatie nodig. Ja, het kan zijn dat je of een super koploper bent, maar dan zou ik toch proberen koploper te blijven. Ja. En dus blijven innoveren. En blijven innoveren. Ja, ja precies. Ja. Dus en het kan zijn dat je zegt van, ik zit goed zo. Ja, en met innovatie wordt in dit geval ook bedoeld, hè, als we weer even kijken naar die BAS-aandachtsgebieden. Dat is die hele rits. Ja, die hele rits. Dus dat is ook persoonlijke ontwikkeling. Ja. Wordt daar ook onder verstaan in dit geval? Het zal eerder voorkomen dat je een vraag hebt. Enzovoort. Ja, maar het zal eerder voorkomen dat je een vraag hebt die onder meerdere aandachtsgebieden vallen. Ja. En dat je moet een keuze maken. Ja. Dan dat je hebt van het valt nergens onder. Nee. Precies. Maar het is goed dat je voortdurend met die vraag bezig bent, waar je met je bedrijf naar de toekomst toe wil, waar je over 3 of 4 jaar wil staan. Ja. Kijk, ja. Natuurlijk moet je nadenken over het voerantsoen voor je koe en over hoeveel mest je op die aardappelen geeft. Maar wat gaat er bij mij in de omgeving de komende 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar veranderen? Ja. Hoe moet ik daarop inspelen? Dat moet voortdurend een vraag zijn waar je mee bezig bent. Ja. Ja. Dus je moet ook voortdurend bezig blijven met innoveren of met dit soort vragen. Ja. Heel goed. Laten we even kijken, want vragen te over. Onze deelnemers merken, we hebben inderdaad vragen te over. De moderatoren achter de schermen die zijn heel druk met het beantwoorden van uw vragen. En ook we gaan nog de laatste 5 minuten die we nog hebben hier voor dit webinar ook nog vooral uw vragen beantwoorden. Als we even kijken, de vraag over de eigen bijdrage. We hebben hem al eerder langsgekomen. We hebben hem al eerder besproken aan het begin. Goed, denk ik, want de vraag blijft komen om hem nog 1 keer goed door te nemen over die eigen bijdrage, hoe dat nu ook alweer precies zit. De voucher is dus maximaal €1.500. Wil je die €1.500 benutten, dan moet je dus ervoor zorgen dat je hem exclusief eigen bijdrage aanvraagt. Dan komt er een eigen bijdrage bovenop. Mm-hmm. Dan praat je dus over een adviestraject van €1.875. Mm-hmm. En bij de bedrijfsplanvoucher is dat €6.000 met €1.500 erbovenop. Ja. Die €1.500 en €6.000, dat zijn de maximale waarden van de voucher. Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat even inderdaad wat betreft die eigen bijdrage. Dus die is er 300, nog wat bij 1500. €375 bij 20%. Houd de 20% regel aan. Iedere keer 20% inderdaad van het bedrag wat u krijgt voor die voucher. Oké. Volgende vraag. Het is toch beter mijn eigen adviseur te gebruiken. Deze is niet gecertificeerd, maar weet wel veel beter wat er speelt op ons bedrijf. Ja, daar kun je een heel scala van antwoorden op geven. Wat Arjen net al aangaf. Je eigen adviseur die ken je. Die kent je bedrijf en die kijkt door een bepaald blik naar dat bedrijf. Yeah. En bij dit soort trajecten is het goed dat je ook met mensen praat die je uitdagen, die een frisse blik op zo'n bedrijf hebben, die een keer prikkelen, die misschien kritisch zijn. Yeah. Die met nieuwe ideeën komen, creatief, die ook een adviseur gewoon weer uitdagen. Yeah. En met name als het gaat over ondernemerschap, bedrijf, maar ook het sluiten van de kringloop. Het is gewoon heel goed om met meerdere daarover te praten, want de meningen best wel verdeeld zijn. Ja, ook. Ja. En samen kom je dan toch weer tot frisse ideeën. Ja. Je kunt dingen alleen bedenken, maar dat weten we allemaal. Als je samen zit, dan kom je tot nieuwe dingen. Ja. Ja. En wat let de boer om te vragen waarom zijn eigen adviseur niet erkend is? Ja. Dus dat is ook een ga de erkenning tegemoet. Ja. Laat je toetsen bij de BAS-commissie via een aanvraag bij de VHB. Ja. Kom bij de club, zou ik haast willen zeggen. Want qua netwerk is het ook goud waard om elkaar te kennen. Ja. Dus stel de vraag aan je eigen adviseur die je best mag gebruiken. Waarom ben je niet erkend? En als je het wel bent, dan ga ik een voucher voor jou aanvragen. Ja. En als je het niet bent, zorg ervoor dat je erkend wordt. Want dan kan ik die voucher voor mij aanvragen. Ja, precies. Want wat is de meerwaarde om erkend te zijn? Behalve dat je in dit geval ook dus toegelaten wordt tot de vouchers.
Het is een stukje betrouwbaarheid in de algemene markt. Hè. Een boer kan zeggen van, ja, maar mijn adviseur kent mijn bedrijf al 20 jaar. Klopt, maar die adviseur kan jou dus 1500 euro in het laadje sparen. Mm-hmm. Dus dat is, kan ook een stimulans zijn om het te vragen. Mm-hmm. In het algemeen is het met name zo dat de adviseurs die bij ons lid zijn, pas gecertificeerd zijn, die staan echt voor die onafhankelijkheid. Dat betekent dat ze maar één belang hebben, dat is het belang van de klant. Ze doen gewoon hun uiterste best alleen voor die ene klant. Yeah. Ze zijn kwalitatief gewoon bij, zowel op kennis als op vaardigheden. Yeah. En wat net ook even gezegd werd, je hebt dat netwerk, dus dat wat je niet weet, dat kun je ook heel makkelijk gewoon naar binnen halen. Ja, ja. Want we zeggen wel eens, de beste adviseurs zijn degene die weten wat ze niet weten. Ja. Je hebt gewoon anderen nodig. Ja. Kan ja. En dat is ook een stukje training. Wij accrediteren ook trainingen voor agrarische adviseurs. Dat betekent dus dat je gewoon een hoog kwaliteitsgehalte aan boord hebt. Mm-hmm. Qua kennis en mm-hmm. vaardigheden. Ja. Mm-hmm. Die onafhankelijkheid die wordt heel erg vaak genoemd. Maar dat is gewoon het niet hebben van belangenverstrengeling. Mm-hmm. Ja. Daar komt het op neer. Mm-hmm. En denk er ook aan, we zijn een beroepsvereniging. We hebben ook bijvoorbeeld een klachtenprotocol. Stel dat de boer uiteindelijk niet tevreden is met dat advies. Mm-hmm. Dan heeft de boer ook een methode om... klagen. Je kunt ergens op terugvallen. Ja. Je kunt ergens op terugvallen. En dat is best wel een zwaar instrument. Maar wat ik al eerder noemde, we proberen de BOVAG te zijn van agrarische adviseurs. Ja. Ja. Dus die hebben net dat extra stukje betrouwbaarheid. Oké, helder. Volgende vraag. Kun je na de aanvraag van de voucher switchen van adviseur? Ja, dat is een mogelijkheid. Je hebt een adviseur gekozen at random en je komt later erachter van, oh, maar daar zit er eentje nog veel dichter bij mij in de buurt. Mm-hmm. Dan heeft RVO een wijzigingsprotocol. Mm-hmm. Dan moet je weer een molen door. Mm-hmm. En dan kun je de adviseur van de ene naam op de mm-hmm. andere naam zetten. Ja. Dat is dus mogelijk. Ja. En dat kan ook na bijvoorbeeld een eerste kennismakingsgesprek. Je denkt, oh, ik heb helemaal geen klik met deze man. Dan ben je het traject vrouw al begonnen. Het niet, kan natuurlijk kan voorkomen, meer. Maar dan heb je als het ware de eerste sessie al gehad. Ja. En dan heb je de voucher al eigenlijk deels, de eerste uren zijn gemaakt. Yeah. Om dan nog te gaan zeggen van, dat moet je dan denk ik uitvechten met de adviseur. Om te zeggen van, nou, ik wil toch een andere adviseur. Oké. Okay. Ja. Nou, als er echt geen klik is, dan zou die mogelijkheid er wel moeten zijn. Ja, dat ligt bij RWO om die mogelijkheid open te stellen. Maar dat zal toch in goed overleg met de adviseur moeten gebeuren. Ja, oké. Okay. Hoe worden de foutjes verdeeld na overschrijding? Dat hebben we in de eerste rondes van de Saab hebben we dat gehad. Toen hadden we een 24 uur openstelling. En zeg maar rond het middaguur waren de 2400 foutjes uitverkocht. En de openstelling bleef maar doorgaan tot aan middernacht. En toen werd de stekker eruit gegaan. En toen waren er 3600 foutjes gescoord. Er zijn er altijd foutjes bij die worden foutief aangevraagd door een verkeerd klikje. Ja, precies. In het begin kon je de naam van de adviseur zelf invullen en werd er letterlijk ingevuld die adviseur van die adviseringsclub. Mm-hmm. Dat was niet specifiek genoeg, dus mm-hmm. die werden afgewezen. Maar toen is er een loting plaatsgevonden. Okay. En dat is wel spijtig. Nu wordt zo gauw de overtekening plaatsvindt, mm-hmm. hè, dus het maximum aantal wordt bereikt, dan wordt zo snel mogelijk de regeling gesloten. Laatste vraag, want dan gaan we ook afronden. Het is 8 uur inmiddels. Hoeveel foutjes zijn er beschikbaar voor 1500 en voor 6000 euro? De septemberronde had 4000 kennisfoutjes van 1500 euro... en 611 bedrijfsplanfoutjes van 6000 euro. Vraag me niet waarom die 11 erin zit. Nee. Oké. Dat zijn de aantallen. Dat waren de aantallen van de vorige ronde, maar de volgende ronde kunnen dat andere aantallen zijn. Ja. Dat weten wij niet. Dat kan minder zijn. De vorige openstelling was de eerste GLB-openstelling en dat was een kanje. Dat was echt een hele grote. Ja. Oké. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Frank Spitsers, voorzitter van de VAB, en Paul Daniels, algemeen secretaris en ook projectmanager. Mag ik u vooral thuis heel hartelijk danken voor al uw vragen, voor uw interesse en voor uw aanwezigheid hier bij dit webinar. De moderatoren achter de schermen gaan nog proberen zo goed mogelijk, wellicht vanavond en anders morgen, om uw vragen nog te beantwoorden. Wij gaan hier afsluiten en u kunt nog verder kijken voor meer informatie op nieuweoogst.nl en daar kunt u ook deze webinar weer terugkijken.
Nogmaals, heel hartelijk dank en nog een hele fijne avond.